Precies. Ja, hij doet. Goed heren, welkom bij deze... Heren, kijk op mij. Hè? Kijk eens op aan mij. Dus. Oh ja. Namens van heren. Ja, maar ik heb, nou, je kan dat zien als percentage. Hè? En toch stiek wel bijna 99-100%. Maar ja, er zal er eentje zijn inderdaad. Ja, goed, ik heb vandaag een speciale gast. Al jarenlang klant hij wel eens vaker bij mijn video's, zoals bij Genk, noem maar op, et cetera. We hebben niemand minder dan. Pa! Leven van de Rek. En zo is het. Ja. Dus nou, vandaag staat dus op het programma Serran. Ja. Serran, spreek ik het goed uit. Ja, het is lastig uit te spreken. Frans is sowieso lastig. Ja. Wat kunnen we zeggen? Oh, Gent staat 8e. Serran staat 15e. Dus als Gent wint, kunnen ze 5e staan. Maar ze staan nog kapot ver achter op Union. Ja. Dus kortom, gaat het goed? Nee. Dus, Had slechter gekund. Nou, leeft daar eens duizend van het stadion. Ja, ja. Mooi gezicht eigenlijk, hè? Ja, dat zeker als je er langs rijdt. Zo, je gaat reizen en zo. Ja, dat gaat. Ja. Nou, we zijn er één keer geweest, hè, toen we jou thuis hadden afgezet op de kont. Ja. Daar hebben we een kaartje gekregen. Ja, goed. Zoals ze in Vlaanderen zeggen, deze kaaskop heb een andere kaaskop meegenomen om de wedstrijd in Gent te kijken. Ja, die kaaskop gaat van de week weer naar België. Ja. Voor de wedstrijd. En ja, wat denk je van de aanhang van Serran? Dat is toch niet zo'n clubje dat je denkt van dat daar vol gaat zitten of zo. Nou, het was voor mij ook meer toen ik ze in één keer in die eerste klas A zag zitten. Toen dacht ik ook, wat is dit? Ja, wat zijn dat? Ik heb er ook nog nooit van gehoord in het begin. Zelfs Union eigenlijk al niet. Ja, Union dan wel. Wel eens van gehoord, maar Serran was echt zo'n club van. Ja. Het is er, zeg maar. Ja. Maar goed. Ja, wedstrijd van het jaar is het niet. Die is over 2 weken. Daar heb ik heel veel zin in. Als die gewonnen wordt, dan breekt de boel af, denk ik. Want het is wel de derby, blijkbaar. Maar goed, we praten nu over deze wedstrijd. Waalse Club komt op visite. Vorige week, van woensdag, moesten ze ook tegen Waalse Club in Jong. Met een goede fanatieke show van de fans van de Ultras. En mijn complimenten daarvoor. Ja, wij gaan nu een klein sapje doen. Kans zit erin. En dan gaan wij daarna ja, de wedstrijd ook analyseren. Ja. Dus. Dat. Heren, ik zou zeggen. En dames. Ja, je moet daar wel rekening mee houden, Vince. Oh, als iemand... Terwijl leef je op een ring. Ja, jij vond net een ring. Ja, ik vond hem, ja. Jij vond hem. En jij zegt, ja, ik kan daar moeilijk mee. Dat ding in mijn zak houden. Als ik in mijn vriendin mijn jas pak. Ja. Dat er een ring in zit. Ja, dat is een beetje raar. Dat kijk, denk ik, nou, ja. Nou ben ik wel vrijgezel, maar ja, dat is toch ook gek als ik thuis kom en mijn ouders zien die ring ineens uit mijn jas zou komen. Ja, maar een Vlaams meisje mag er wel bij jou thuis komen, of niet? Wat een discussie. Ja, goed. Nou, we zijn er in ieder geval. En, we moeten wel een stukje lopen. Nee, we zijn er bijna. Echt, dit zijn die hotels. En daar is het al. Oh, hierachter zit die al. Dus... Voor de eerste keer neem ik hem mee, kijken wat zijn reactie is als Hollander. Ja. Eerste Waalse wedstrijd van vandaag.
tenminste de eerste tegenstander van Wallonië in de thuiswedstrijd. Dus ja, voor mij een andere belevenis dat de Walen een keer hier naartoe komen. Dus we gaan het zien. We zijn binnen. 24, 2. Een nieuw thuiswedstrijd. We moeten winnen om een goede sprong te maken. Ik denk dat we standaard Luik en al gaan doen en zo. We gaan dadelijk opkomen, dat duurt niet meer lang. Ik merk dat het al langzaam steeds voller gaat zitten. Het uitpak zit niet zo vol, maar dat had ik ook wel verwacht. Ik had ook niet verwacht dat het... Het uitpak had ik ook niet verwacht dat dat zo vol ging zitten. Inderdaad niet zoveel vol. Het is een beetje vergelijkbaar als Serral met een beetje Excelsior, weet je. Gewoon een klein clubje qua 50 man, echte fanatieken en dan houdt het ook op. En de rest, ja, is het niet veel. Het is tot nu toe het leegste uitvang wat ik nu gezien heb. Laat ze voort. Daar gaan we. Prachtig.
eigenlijk tegen de soort van Excelsior van Nederland. Serral heeft nooit druk. Nooit. Hè, gaat degraderen, ze promoveren ze. Een beetje het Excelsior vergelijkbaar. Winnen ze, pakken puntjes, dat is hartstikke leuk. Gent is wel een club dat toch wat volk heeft. Ja, maar... Het is geen club die een beetje vergelijkbaar inderdaad. Utrecht, het moet altijd wel mee doen, een beetje in de top. Als Gent zijn, dan moet je gewoon van deze winnen. Dus, ja. Ik schuif. En wat denk je nog dan van ons? Ik denk dat we toch wel 3-1 kunnen vallen. Misschien er wel 2-0 vallen. Laten we het hopen. De jongens moeten vooruit. En we moeten de tweede helft gaan zien, jongens. Ik moet wel. Nou, het staat 1-0 en het is niet veel. Of 1-1 bedoel ik, sorry. Het moet veel beter. Het gaat niet goed. Het gaat niet de goede kant op. En ik hoop dat ze de tweede helft wel beter bereiken. Uitslag, we zijn binnen. 3 punten zijn binnen.